De familie van Edward kan het nieuws haast niet geloven. Dat is, dat is bijna niet te bevatten. Ja. Ja. Hoe blij ben je? Ja, super blij. Ja. Nou, heel blij en ja, dat die nachtmerrie eindelijk uh, voorbij is. Kleine komt vrij, mede dankzij stille diplomatie van commissaris van de koning Jacques Tigelaar. Je probeert dan begrip te kweken van de straf is gerechtvaardigd, heel gerechtvaardigd, want het was een dodelijk ongeval. Dat is niet niets. Uh, en uh, vervolgens probeer je ook begrip te tonen dat dan 30 jaar, want dat was de uh, veroordeling, wel heel lang uh, is. Na anderhalf jaar onderhandelen blijkt de vergiffenis van de moeder van het slachtoffer doorslaggevend. Zonder haar was, het no was dat denk ik nooit, uh, nooit gelukt. Dus, ja. Omdat zij haar goedkeuring gaf? Ja, ja als zij haar, haar medewerking niet had verleend, dan, uh, dan, had het nog, uh, ja, dan, dan was het gewoon niet gelukt, denk ik. Nee. Dan had hij er heel lang nog moeten zijn. Ik heb heel veel respect voor haar. Ja, dat zij ons kan vergeven. Dat ze Edward kan vergeven. En uh, ja, dat zij ons uh, weer teruggunt. Want ja, als die daar zit, ja, in principe voelt het net of je toch je kind helemaal kwijt bent. Hoor. En dat zij dan op een gegeven moment toch zover is. Hè, dat, dat zij ook verder met haar leven wil. En dat ze ook ons het geluk weer geeft. Daar heb ik diep respect voor. De familie kan niet wachten om hun zoon weer in hun armen te sluiten. Nou eerst hem lekker knuffelen, natuurlijk. En uh, ik hoop dat hij eerst een poosje bij ons thuis blijft en dat hij zijn draaien in de maatschappij uh, weer kan vinden.